Hier vandaag bij Contact der Continenten op de Pioniersdagen. We hebben 2 dagen om met allerlei pioniers, bijna 200 uit het hele land, verhalen uit te wisselen en inspiratie op te doen en nieuwe dingen te leren. En ik mag behalve hier als pioniersburgerleider zijn ook als workshopleider, want ik mag een workshop vloggen gaan geven. Hoe maak je een vlog, maar vooral ook wat kan vloggen voor jou betekenen in jouw pioniersplek. Ik vind workshops eigenlijk nooit zo interessant als het alleen maar mooie verhalen vertelt. Ik vind het ook altijd mooi als je erna iets mee kan op jouw plek. Dat je niet alleen maar thuis komt met mooie verhalen en dan je denkt, ja, zo zou het kunnen, maar ja, hier lukt dat niet. Nee, ik ga met de mensen ga ik uitzoeken wat vloggen voor hen en hun pioniersplek zou kunnen betekenen. Dus ik hoop dat je daar een kleine indruk van kan gaan geven vanmiddag. Een workshop gaan houden hier in de kapel van een oud kloostergebouw wat deel uitmaakt van het complex van Contact der Continenten. Ik zie al een aantal mensen zitten. Ik weet niet of ze allemaal doorhebben dat ze ook zelf moeten gaan vloggen. Maar dat gaan we dan allemaal zien. Ik ga geen middag doen met de beste vlogs, de leukste vlogs en de beste tips. Ze moeten het zelf gaan leren. Dus ik ben benieuwd hoe ze dat op gaan pakken. Zo, ik ben er gewoon maar eens begonnen met wat basale dingen van vloggen. Gewoon eens even eerst eens door je scherm kijken van wat zie je nou eigenlijk als je zo aan het filmen bent, zeker in de selfie-stand. En nou ben ik ze naar de camera aan het laten kijken van oké, ga nou maar eens, nou weet je ongeveer wat er in je scherm te zien is. Ga nou maar eens rondlopen, ga maar eens een verhaal vertellen en kijk straks maar eens even wat je nou eigenlijk gevlogd hebt. En dat gaan ze zo zelf kijken. Anderhalf uur. Ze vlogen voorbij. Ik had ze eigenlijk heel graag naar buiten gestuurd om ook bij de workshop met de mieren. Er is een mierenboer hier aan de gang geweest. Dus dat was een workshop onder het een motto van Pio Mieren. Ja, daar had ik eigenlijk heel graag een vlog van gezien. Dat is nou wel jammer dat qua tijd niet kon. Maar we hebben wel goed onze telefoons uitgezocht van hoe werkt nou alles. Maar ook nagedacht. En dan kwamen eigenlijk best wel vragen over van wat wil je eigenlijk zeggen? En moet het ook niet wat inhoudelijk zijn? Maar ook waarom zet je jezelf eigenlijk de hele tijd in beeld? Heb je daarover nagedacht? Past daar niet enige bescheidenheid bij? Ja, daar past ook wel enige bescheidenheid bij. Maar dezelfde bescheidenheid die je ook zou moeten hebben op de preekstoel of in een kerkblad of wat dan ook. Hè? Gaat het om een boodschap, om dat wat je wil brengen? Of gaat het eigenlijk om jezelf? Nee, natuurlijk gaat het eigenlijk niet om jezelf. Het gaat ook om een stukje delen van wat jij denkt dat het voor anderen interessant zou kunnen zijn. Bemoedigend of wat mensen zou kunnen helpen. Of waarmee mensen gewoon een beetje met je kennis maken, waardoor je ook relaties legt. In die fase is het ook wel heel belangrijk. Nou, daar hebben we mooie dingen van gedeeld. Dus ik ben heel benieuwd wat ze nou gaan doen. De dominee van de Domkerk die zei, nou misschien kan ik bij de Night of Light morgen toch eens even een filmpje maken. Ja, steek er dan ook een kaarsje bij aan. En er was iemand van een kliederkerk die zei, nou dan kunnen wij een aankondiging gaan doen. Ik zei, ga dan ook lekker kliederen. Hè? Dat je er al mee bezig bent en dat je er iets leuks van laat zien. Nou, we gaan het zien hoe vloggen het land van pionieren binnenkomt en wat we allemaal binnenkort gaan zien. Misschien wel op de besloten Facebookgroep van de pioniers, maar ik hoop toch ook vooral gewoon openbaar op Facebookpagina's, Instagram en websites van pioniersplekken. We gaan het zien wat dit teweeg brengt. Ik wens je in ieder geval een heel fijn weekend. Hoi!